Goedemiddag, we zijn hier op de sportieve omgeving in Velden. Langs me staan Koen van der Wallenberg, stagiaire van Sportvereniging Velden en voorzitter van SV Velden, Toon Geurs. Wij zijn bezig met een project Sportdorp Velden. Dat is een project wat landelijk loopt. En daar moeten we een aantal zaken in organiseren. En een van die zaken is het onderzoeken de sportbehoeften in Velden. Nou, daar ging nogal wat veel tijd in zitten om zo'n onderzoek op te starten. En toen heb ik aan het sportbedrijf gevraagd, zouden we dat niet met een stagiaire kunnen doen? Want dat levert dat zeg maar wat op voor de vereniging, omdat we die kosten niet kwijt zijn. Dus wel wat meer financiële ruimte. En B, dan hebben we iets kennis in huis van iemand die aan het afstuderen is en die daar zijn meerwaarde aan kan bijdragen. Mag ik jou vragen hoe je aan deze stageplaats bent gekomen? Nou, ik heb heel veel rondgezocht, ook op internet. Daar kwam ik de website van het sportbedrijf Venlo tegen, met name het leerbedrijf Sport. Daar stonden verschillende vacatures op. Die heb ik allemaal stuk voor stuk bekeken en heb ik gesolliciteerd op eentje die paste bij mijn opleiding. Toen ben ik op sollicitatie gekomen en ben ik aangenomen voor deze mooie stageplek. Kun je vertellen welke opleiding dat je doet in de sport en welke afstudeerrichting, welke opdracht dat je eigenlijk hebt uitgevoerd bij SV Velden? Tuurlijk. Ik studeer SPECO, dat is Sport, Economie en Communicatie, Sport Marketing Management. Dat is aan de Fonds Economische Hogeschool in Tilburg. En dat is eigenlijk net iets anders dan de SIOS en de Sporthogeschool waar je eigenlijk studeert voor sportleraar of sportbegeleider. Ik studeer eigenlijk commerciële economie in de sportwereld. Dus sportmarketing, sponsoring is daar een stukje, sportbeleid en ook verenigingsondersteuning. Kun je stellen dat hier sprake is eigenlijk van een win-win situatie? Ja, absoluut is hier sprake van een win-win. Want Koen heeft uitstekend werk verricht. Er is veel tijd in gaan zitten in dat onderzoek. Hij is dat helemaal uit aan het werken. Ook de aanbevelingen die er komen. Nou, en dat brengt ons een hele stap verder om het project Sportdorp Velden weer naar het einde toe te brengen. Mooi. Nou Koen en Toon, ik denk dat het een heel helder verhaal was. Hartstikke bedankt. We'll be right back.